Hallo, ik ben de stem van Google Translate en dit is een promotievideo voor de actie Beton voor Live 2017. Dames en heren, welkom bij Betoncentrale Verhoeven. Mijn naam is Peter Verhoeven en ik zal jullie een zeer beknopte rondleiding geven in onze firma. Betoncentrale Verhoeven is een uiterst gevarieerd bedrijf dat ontstaan is in september 2015. Ik heb het opgericht met de erfenis van mijn reeds tot as gecremeerde vader. Mijn zonen Ali en Ivan helpen mij de handen uit de mouwen te steken op de betoncentrale en daar voorbij. Wij hebben wegens groot succes ons bedrijf een beetje uitgebreid. We hadden het een beetje gehad met alleen maar betonmolens en pompen te moeten gebruiken tijdens onze kostbare dagen. Na 2 maanden introduceerden wij techno-sample packs, vissersaccessoires, websites en Tomorrowland tickets in de verkoop. Enkele maanden daarna kwamen we met de eerste editie van de Verhoeven podcast, waar wij altijd de beste plaatjes voor onze trouwe luisteraars aan elkaar lassen met prachtige overgangen. U kan elk muziekgenre verwachten in onze podcasts, variërend van techno naar underground schlager, naar dubstep, Japan noise en extra tune. Vanwege het grote succes van deze podcasts hebben wij meteen een platenmaatschappij opgericht in september 2016 om ons 1-jarig bestaan te vieren. Dit was het begin van Verhoeven Recordings. Daar hebben wij ondertussen al veel artiesten op grootgebracht, waaronder Arjan Snijder, Mark with a C en DJ Ridoo. Ook mijn eigen muzikale carrière als DJ Verhoeven schoot als een vuurpijl de lucht in. Later hebben wij nog andere zaken opgericht, waaronder Verhoeven Glaswerken en Verhoeven Drukkunsten. Ook houden we jaarlijks een Verhoeven Party met grote namen zoals Zangeres Janneke, Zanger Rinus, Neo Coltex, Mersbow, Gigi Allen Tribute Band, MC Mota en ons eigen talent van onze platenmaatschappij. Zo, dat was de korte rondleiding. Hopelijk komt u snel een bezoekje brengen aan onze betoncentrale.